Afgelopen week viel bij mij eindelijk de definitieve aanslag 2012 in de bus. Omdat ik de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen kende, kon ik nu een verzoek tot belastingmiddeling indienen. Een simpel briefje leverde mij meer dan 3000 euro op. Ontdek snel in deze video hoeveel het jou op kan leveren. Wat is belastingmiddeling? Bij middeling tel je het belastbaar inkomen uit werk en woning op van 3 aaneengesloten jaren. De uitkomst daarvan deel je door 3. En over deze uitkomst, het gemiddelde belastbare inkomen, bereken je per jaar opnieuw de belasting. Dit is belastingmiddeling. En als je de herrekende belasting van die 3 jaren lager is dan de oude verschuldigde belasting, dan kun je een belastingteruggave krijgen. Je komt in aanmerking voor een belastingteruggave als je voldoet aan de volgende voorwaarden. Ten eerste, je kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten jaren. Dit noemt de Belastingdienst het middelingstijdvak. Dus je kunt bijvoorbeeld de jaren 2010, 11 en 12 middelen en de jaren 13, 14 en 15. Het jaar 2011 kan je dus niet gebruiken voor 2019 en 11 en 11, 12 en 13. Je hebt over dit bemiddelingstijdvak belasting betaald in Nederland. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Je mag ieder jaar maar 1 keer middelen, dat heb ik net uitgelegd. En het verzoek om middeling moet zijn ingediend binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren definitief zijn. Bovenaan de brief van de Belastingdienst staat dan aanslag 2012 en in de tekst in de blauwe vak eronder staat ergens de woorden definitieve aanslag. Je stuurt de berekening van de middelingsteruggave mee met jouw schriftelijk verzoek om middeling. Een negatief inkomen uit werk en woning voor een bepaald jaar wordt door de Belastingdienst op 0 euro gezet. Vervolgens dien je een schriftelijk verzoek in. Als je voldoet aan de voorwaarden, schrijf je een brief naar jouw belastingkantoor. In de link hieronder kun je zien naar welk kantoor jij jouw verzoek om teruggave moet sturen. Wat heb je allemaal nodig? Voor de berekening van de middelingsteruggave heb je de laatst opgelegde definitieve aanslagen van het middelingstijdvak nodig. Daarop staat vermeld jouw belastbaar inkomen uit werk en woning, aan de achterkant, de verschuldigde inkomstenbelasting over het inkomen, inclusief premievolksverzekering, maar exclusief de heffingskortingen. En dat vind je allemaal aan de achterkant van je definitieve aanslag. En je hebt de tarieven van de belastingschrijver nodig voor de jaren waarin je teruggave vraagt. Hier zie je een voorbeeld van een belastingaanslag. Het is aan de voorkant duidelijk definitieve aanslag vermeld en aan de achterkant vind je belastbaar inkomen en in deze vak zie je ook het inkomstenbelasting. Hoe bereken je de teruggave? In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je het hele middelingstijdvak jonger dan de AOW-leeftijd bent geweest. Dan raadpleeg de website van de Belastingdienst als dat niet het geval is. Stap 1. Tel de belastbare inkomens uit het middelingstijdvak op. Dit zijn de inkomens uit werk en woning in box 1 op jouw definitieve aanslagen. Is één van die inkomens negatief, zet dan dat belastbaar inkomen op 0. De 3 inkomens samen zijn het totaal van jouw belastbaar inkomen. Hier zie je een voorbeeld voor de jaren 2010, 11 en 12. In het jaar 2010 met 93.000 euro verdiend als belastbaar inkomen. In de jaren 11 en 12 beduidend minder en het totaal is 159.000 euro over die 3 jaren. Stap 2. Tel de verschuldigde belastingen uit het middelingstijdvak op. Het gaat hier om de inkomstenbelasting en de premievolksverzekering in box 1. Deze bedragen staan achterop uw definitieve aanslagen en de verschuldigde bedragen samen zijn het totaal aan verschuldigde belasting. Wederom, ze staan achterop de inkomstenbelasting, achterop de aanslagen. Een voorbeeld, dit zijn de 3 bedragen van de jaren uit het middelingstijdvak en totaal 65.698 euro. In de volgende stap, stap 3, deel het totaal van de belastbare inkomens door 3. De uitkomst is jouw gemiddelde belastbaar inkomen per jaar van het middelingstijdvak. Dit heet het herrekend belastbaar inkomen. Bijvoorbeeld, we hebben net gezien 159.000 euro was totaal belastbaar inkomen over 3 jaar. Die delen we door 3, is 53.000 euro per jaar. Stap 4. Bereken per jaar de belasting over jouw herrekend belastbaar inkomen met de tabel tarieven van de inkomstenbelasting box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Die vind je op de Belastingdienst. Dit is jouw herrekende belasting per jaar.
En dit kun je eenvoudig berekenen met onze template middeling. Dan hoef je niet alles op te zoeken. En alles is direct voor je klaar. Stel de bedragen van de herrekende belastingen uit het middelingstijdvak bij elkaar op. En de uitkomst is het totaal aan herrekende belasting. In dit geval zie je dat de belastingbedragen bijna gelijk zijn aan elkaar ieder jaar. In totaal is dat €61.833. En stap 6. Trek van het totaal aan verschuldigde belasting van het totaal... Trek van het totaal aan verschuldigde belasting het totaal aan herrekende belasting af. De uitkomst van die aftreksom verminder je met de teruggavedrempel van €545. Dat is die op dit moment. Is het bedrag dat je overhoudt positief, dan is het bedrag dat je terugkrijgt van de Belastingdienst. Stap 6, hier nog een voorbeeld uitgedrukt. De verschuldigde belasting was €65.698, hadden we gezien. Herrekend €61.833 en het verschil is €3865. We trekken daar de teruggavedrempel af van €545 en het bedrag van de teruggave is €3320. Zoals je ziet, geen gering bedrag. Schrijf nu een brief naar jouw belastingkantoor. Wederom hier onderaan de link op de site van de Belastingdienst waar je jouw belastingkantoor kan vinden. En je bent klaar. Heb je hulp nodig bij stap 4 en de brief? Want dat is natuurlijk veel werk. Ik ben daar zelf een paar uur mee bezig geweest om het uit te rekenen. Download dan onze template middeling en je berekening en je brief zijn direct klaar. Je hoeft hem alleen nog maar te printen en op te sturen. Download hem nu van de template van de website en je vindt hem op boekhouden.in.excel.nl. Dan volgt nu een korte demonstratie van de template middeling. In deze video leggen we kort uit hoe de template middeling werkt. Een template waarmee je kunt berekenen hoeveel geld je eventueel nog terugkrijgt van de Belastingdienst als je middeling toepast. Op het eerste blad vind je een aantal links naar de site van de Belastingdienst die nuttig kunnen zijn hiervoor. Het enige wat je moet doen is de definitieve aanslagen erbij halen en je belastbaar inkomen invullen in de blauwe kolom. Controleer even op de website van de Belastingdienst of de drempel is gewijzigd, maar die is eigenlijk al jaren hetzelfde. Dus als jouw belastbaar inkomen is gewijzigd, dan vul je een bedrag in. Stel dat dit €60.000 is, tik je daar €60.000 in. En de template berekent meteen of je recht hebt op teruggaaf. We kijken naar de verschillende mogelijkheden. Je mag alle jaren maar één keer gebruiken. Dus hier zie je ook welke jaren het meeste opleveren in principe. En als je meerdere jaren wil combineren, kun je zien welke jaren je dan het beste kan aangeven. Een berekening vind je verder hieronder. We gaan even naar het voorbeeld. Bijvoorbeeld 2010 tot en met 12. Ik heb de bedragen net aangepast. En zoals je ziet wordt hier de teruggave praktisch berekend. Dat is eigenlijk het enige wat je moet doen in deze spreadsheet. Het laatste wat je moet doen is aangeven over welke jaren jij middeling wilt aanvragen. In dit geval 2010. Ik wil hem over 2011 aanvragen, dan rekent de template het automatisch uit en je brief is direct klaar. Het enige wat jij moet doen is nog je eigen gegevens hier invullen, je eigen NRW-gegevens en telefoonnummers, zodat die op de brief verschijnen. En zoek via deze link het adres van jouw eigen belastingkantoor op en vul dat hierin. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is de brief te printen en hij is klaar. Je stopt hem in een envelop. Postzegel erop en je stuurt hem naar de Belastingdienst. Dit was in het kort de demonstratie van de template middeling.